pasta in tomatensaus. En dit is een recept dat ik heb geleerd van mijn vader. Ik ben vandaag de hoofdgast, dus ja, we hebben natuurlijk wel, en het, ook omdat het zo moeilijk wordt voor al die lieve mensen, ja, hebben ze toch wel een beetje even een power snack nodig voor vanavond. Eten! Oh! Eten? Ik zit nog vol. Kom, het is nu warm. Eet, jongens. Oh. Nou, ik verheug me erop. Pasta van Frans. We komen hier beneden, jongens. Even lang het Frans gekookt? Kan niet dat? Oké. Okay. Zullen wel raps zijn, denk ik. Daniel van Kortum, een brasse chick naar het station. En hoe de fuck kon hij nou weten dat zijn einde daar begon? Hij kreeg een klap op zijn kop, hield die kop en hield zijn mond. Tot hij die volgende ochtend met hersenletsel opzond. Zijn pa vond dat het tijd werd voor het ziekenhuis. Ik vriend toen als een gek toen ik het zag op de buis. Die ene klap, dat was de fatale. Hij zou het einde van de dag niet meer halen. Joes Kloppenburg, hij ging uit in onze hoofdstad. Amsterdam, vrijdagavond, dat belooft wat. Is wat hij dacht, maar die nacht bracht wat anders mee. Zag een gevecht aan het einde van een lange steeg. Was niet te diepe dat zweet, waardoor hij zo veranderde in het type dat de klappen kreeg. Kwam in het nauw, werd getrapt en zegt niet wat hij wou. Het allerlaatste dat hij schreeuwde, dat was kappen nou. Hoeveel moeten er nog komen? Hoeveel moeten er nog gaan? Deze helden, we doen dit hier in jullie naam. Hoeveel moeten er nog komen? Hoeveel moeten er nog gaan? Wie waren deze helden? We doen dit hier in jullie naam. Mijn doelkut probeert de fiets van de gracht te redden. Om maar eens even iets te zeggen. En of dat nodig was, de daders vonden van wel. Ze pakte daarna nog een biertje op zijn grafsteenspel. Omdat ik de moed dat er wat van te zeggen. Waar zijn we veilig? Kan iemand mij dit uitleggen? En waarom zien we al die woede? Ik kwam alleen maar op voor het goede. René Steegmans, hij deed zijn dagelijkse boodschappen. Hij kon niet weten dat ze hem zouden doodtrappen. Riep twee drollen op een brommer tot de orde. Waardoor hij zelf nu het slachtoffer zou worden. Vroeg om respect, ging gestrekt en werd afgebekt. En met een helm werd er vet op hem ingemapt. Dat is niet correct, dus wat men zegt en dat is zeker waar. Wie zijn die mensen, want men stond erbij en keek ernaar. Hoeveel moeten er nog komen? Hoeveel moeten er nog gaan? Wie waren deze helden? We zingen niet in jullie naam. Hoeveel moeten er nog komen? Hoeveel moeten er nog gaan? Wie waren deze helden? We doen het hier in jullie naam. Machtig, met Kevin Dijmeijer. Sinds augustus 83 en de trend van het moment is nog killer in kader. En de angst en de haat zijn vertrouwen. Ligt het aan onszelf? Ligt het aan het lot? Kijken we naar boven? Richten we tot God? Dus weer een stille tocht en weer iemand kapot. En schieten op de disco is geen sport. Nou, ik heb meer gemeen met de slachtoffers dan de daders. Dus deze is voor hun moeders en vaders, hun broeders en zusters die niet meer kunnen rusten. En hopelijk maken we iemand bewuster. Verkeerde tijd. In een verkeerde plek is dat de juiste situatie voor de juiste gek. Nou, check die Xander en verdedig je grenzen. Want aan het eind van de dag zijn we allemaal mensen. Hoeveel moeten er nog komen? Hoeveel moeten er nog gaan? Wie waren deze helden? Wie waren deze helden?